Christian en Curtis drijven hun kunsthandel gewoon via het internet. Dit is de nieuwe edition die we gaan doen met Paul Insek. De kunstenaar zelf, zijn gezicht is niet bekend, maar hij is er nu ook. En we zijn nu bezig met ja, hoe kunnen we dit soort van het tofst maken. En bijvoorbeeld dit is nu een test waar we mee doen zijn met Diamond Dust. Om ja, zeg maar die print echt speciaal te maken. Een uniek werk eigenlijk, ook al zijn het er meerdere. Yeah. I think this one is better. Ja, yeah, I think that's gonna be more. Paul is zeg maar een super populaire artist. Zeg maar, we hebben laatst aangekondigd dat we iets met hem beginnen doen. En onze mail stond helemaal vol. Zonder dat ze gezien hebben wat we gaan verkopen. Dat ze al zeggen van, ik wil het hebben. En wanneer gaat dit zeg maar de markt op? Ik denk volgende maand ongeveer, ja. Hoop ik dat het af is. We beginnen waarschijnlijk met deze. Dus de grootste editie van 70 doen we eerst. En daarna dus kleine twee. En kan ik dan ook al intekenen? Je kan inschrijven, dan krijg je een mail dat je op tijd weet wanneer die online komt. Maar zeg maar vooraf kopen, nee, dat kan niet. Maar zijn Mark Quinn en Paul Insek, die zullen heel populair zijn. Dus ik denk dat die Paul Insek 3 minuten tot 1,5 uur duurt voordat die weg zijn. En wat levert dat dan op? Voor de laatste print die hebben gedaan was 140 editions voor 900 euro. Dus 140 keer 900 euro. Maar krijgen jullie dat dan? Of? Dat delen we dan. Gaat naar de kunstenaar en naar ons, ja. Lijkt me best een leuke manier van geld verdienen. Ja, we zijn net begonnen eigenlijk. Maar onze grootste droom is een supergrote tentoonstelling hebben. Ergens op aarde. En dat er ook een heel nieuw publiek weer op afkomt. Gewoon nieuwe mensen geïnteresseerd laten raken voor kunst.